Op 18 en 19 september vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. En net als alle andere jaren zal het Nederlands Debatinstituut ook dit jaar weer de debatprijs uitreiken aan die fractievoorzitter die het beste gedebatteerd heeft. En in deze video kijken we naar de nog steeds jonge, maar toch al hele ervaren fractievoorzitter van GroenLinks, Jesse Klaver. Jesse Klaver doet voor de vierde keer mee aan de algemene politieke beschouwing en is daardoor eigenlijk al een hele ervaren fractievoorzitter. Ook omdat hij ook al een paar verkiezingscampagnes heeft gedaan. En door de jaren heen is hij enorm gegroeid als debater en als spreker. Hij bereidt zich goed voor, heeft er ongelooflijk veel plezier in, maar is met name ook steeds beter en scherper geworden in het stellen van goede, korte vragen. Zie hier een voorbeeld van hoe die Geert Wilders het vuur aan de schenen legt. Nigel Farage moest de dag na de verkiezingen erkennen dat er niet 350 miljoen pond per week naar de gezondheidszorg zou gaan. En ik dacht, ik hoop dat de heer Wilders dit aan het kijken is, want hij doet altijd zoveel beloftes, nu ook weer. Impliciet zegt hij, er gaan nu miljarden naar Europa. Maar straks, ook als Nederland eruit redt, dan kunnen we dat gewoon aan de zorg besteden. Wie heeft het mis? Nigel Farage of de heer Wilders? Toch zou Jesse Klaver het nog wel eens moeilijk kunnen krijgen bij deze algemene beschouwing. En wel om twee redenen. Jarenlang gold hij eigenlijk als de grote belofte van GroenLinks, de Jessias. Maar ja, inmiddels zit hij er al een tijd en is de grote belofte er een beetje vanaf. En nu moet hij ook echt gaan leveren. En daar is hij toch wel in een hevige strijd verwikkeld op de linkerflank met bijvoorbeeld Lodewijk Asscher en met Rob Jetten. Gaat hem dat lukken? En daarnaast heeft hij nog een moeilijkheid en dat is de vraag, waar gaat hij nou kritiek leveren op dit kabinet? Het liefst doet hij dat natuurlijk op klimaatbeleid. Maar ja, eerder dit jaar werd er een best wel ambitieus klimaatakkoord gesloten. Kortom, Klaver moet zich nu echt bewijzen en heeft niet zo heel veel makkelijke wapens voor handen om het dit kabinet moeilijk te maken. We gaan zien hoe die het doet. Vond je dit nou een leuke en interessante video en zou je meer video's willen zien, bijvoorbeeld van de andere fractieleiders of tips over hoe jij zelf nog beter zou kunnen debatteren en argumenteren, dan kun je je hierboven abonneren op het YouTube kanaal van het Nederlands Debatinstituut. Maar je kunt ook hieronder je comments achterlaten. Wat vond jij van deze video? En dan sturen we je een reactie.